zo. Breda Nu. Je weet het meteen. Bij de Bredaanse hockeyvereniging Push werd op woensdag 24 april de Hockey Interland voor 80PLUS gespeeld. Het werd georganiseerd door de vereniging De 60PLUS'ers en wethouder Mirjam Haag deed de afslag. Nou, ik ben wethouder onder andere van gezondheid. En als wethouder gezondheid is goed bewegen eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Dus het liefst wil ik graag dat iedereen in Breda van 0 tot 100 zoveel mogelijk beweegt. Op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. En dan is dit hierachter, ja, dat is echt geweldig. En zouden jullie iets kunnen uitleggen over de 60-plussers? Hoe is dat precies ontstaan? Nou, het is ongeveer 30 jaar geleden ontstaan. En de reden is eigenlijk dat als je op je 60ste wil hockeyen, dat je niet altijd in je regio voldoende medestanders en tegenstanders hebt. Dus dan moet je het op een groter niveau gaan doen. En op een gegeven moment is dat landelijk gebundeld. En dat doen we nog steeds. We hebben dus elke twee weken ergens in het land een onderling hockeytoernooi. En daar komen zo ongeveer gemiddeld komen er 18 elftallen. Dan zijn we te gast bij een hockeyclub. We hebben geen eigen velden dus. Dan zijn we te gast bij een hockeyclub. En daar spelen we 3 wedstrijden van een half uur. Hoe blijven jullie nou zo fit op zo'n leeftijd? Ik zal het zeggen, ik hockey nu bijna 60 jaar. Ik ben zeker schijf 1 keer geblesseerd geweest. En dat was nog een beetje mijn eigen schuld. Toen ging ik op een koude ondergrond zitten. En toen kreeg ik een hamstring blessure. Dat is de enige blessure die ik hoorde. Wij zijn altijd zeer actief geweest in wandelen, in fietsen, in tennissen. Dus nooit geen zittend beroep. En nog steeds. Ja. Dus. Daarom zijn wij niet blessuregevoelig. Nee, het is natuurlijk heel uniek dat je een Nederlands elftal en een Engels elftal mag ontvangen. Hier een echte interland. Het is ook, hè, het komt in het Guinness Book of Records te staan. Allemaal 80-jarigen, er zitten mensen van 86 bij die hier meespelen. Die gewoon een hele wedstrijd hockeyen. Ja, uniek evenement. En mooi om dat ook in Breda, de hockeystad Breda, zeg ik wel eens, te mogen hosten. Dus mooi om hier te ontvangen, maar ook mooi om vooral mensen aan het denken te zetten wat mij betreft. Mensen die denken, ben ik toch veel te oud voor om te sporten? Nou, kijk hier, je bent volgens mij nooit te oud. En we spelen geen walking hockey, we spelen gewoon echt hockey. En op een heel veld en met de normale regels, geen aangepaste regels. En iedereen kan in principe lid worden van deze club. Je hoeft je gewoon maar aan te melden op de website www.de60plussers.nl te kijken. En dan vind je daar wel hoe je erbij kan komen. Ja, want daar ben ik dus ook op benieuwd. Nou, jullie zijn zelf ook al aardig op leeftijd, als ik dat voorzichtig mag zeggen. En hoe zorgen jullie er nou voor dat jullie nog fit blijven? Want jullie hockeyen je ook nog, toch? Ja. Nou, door veel te bewegen. Dus het hockey op zich is veel bewegen. Ik hockey ook nog competitie op de zondag. En daarnaast veel fietsen en af en toe een training, maar niet te veel. De wedstrijd was tot op het laatste moment spannend, maar de eindstand bleef uiteindelijk 0-0. Hup Nederland! Goed zo. Breda Nu. Je weet het meteen.